Mijn naam is Daniel van der Does en ik ben bijna afgestudeerd arts. En ik ben 25 jaar. Ik ben Miguel Jansen, ik ben 27 jaar. En ik ben nu sinds ongeveer bijna een jaar afgestudeerd van de geneeskundeopleiding in Erasmus. Werk nu als arts in het Albert Zuid ziekenhuis. Iedereen in het ziekenhuis draagt over het algemeen witte werkkleding of een operatiepak. En het enige wat daar dan zichtbaar is, zijn de sokken. En zo kwamen we op het idee dat dat wel een heel leuke manier is om jezelf te uiten. Dus kwamen we met sokken met medische printjes. We steunen nu al meer dan 20 verschillende goede doelen. En dan kun je denken aan de Hartstichting, het Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, maar ook Pink Ribbon bijvoorbeeld. En we hebben al meer dan 10.000 euro opgehaald afgelopen jaar. En dat, ja, dat geeft een kick. Dat is heel leuk. Soms denken we ook, nou, het is hartstikke leuk dat bij elk paar sokken bijvoorbeeld een paar naar de daklozen gaan, bijvoorbeeld. Dat soort goede doelen vinden we ook hartstikke leuk om te doen. We zijn bijvoorbeeld laatst dan ook naar de Pauluskerk in Rotterdam geweest, waarbij we 400 sokken aan de daklozen hebben gedoneerd in deze koude tijden. Blijkbaar is echt een tekort aan sokken voor daklozen. Dus het was echt heel, heel wenselijk dat wij sokken kwamen brengen. En dat is misschien ook iets waar mensen niet zo snel over nadenken, dat daklozen, dat daar zo'n tekort aan is, aan sokken. Dus ze zeiden, nou ja, mochten jullie binnenkort nog meer sokken doneren, dan is dat meer dan welkom. We zien inderdaad nu steeds meer mensen met onze sokken rondlopen. Ik weet de eerste keer nog heel goed, dat was bij de Westzeedijk, bij het Erasmus MC, heb je dat stoplicht. En ik woon daar vlakbij en ik liep langs en toen zag ik iemand wachten op de fiets voor het stoplicht met onze sokken aan. En ja, dat geeft wel een kick dat je denkt, hé, dat hebben wij gemaakt. En dat wordt ook echt gedragen.